Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn kanaal Christel Blue. Bedankt voor jullie likes, jullie reacties en dat jullie lid zijn van mijn kanaal. Bedankt allereerst de mensen die mij lieve boodschappen hebben gestuurd vanwege mijn verjaardag gisteren. Dankjewel voor al jullie lieve boodschappen. Het doet me goed. Zoveel aandacht. In ieder geval, dit is de mannelijke tweelingziel reading. En ziet er goed uit. Het is steeds positief. Ja, dit lijkt wel de eerste groep steeds. Want er zijn nog mannen die nog in de oude patronen zitten, mannelijke tweelingzielen. Maar ja, op een gegeven moment krijgen we naar deze ook de reading ook natuurlijk. Deze is heel mooi in ieder geval weer, net als de verleden keer. Steeds heb ik hele mooie eigenlijk. De mannelijke tweelingziel. De eerste kaart. Dit is van de Green Witch Tarot. De groene heksentarot. Ja, dit betekent gerechtigheid. Er komt gerechtigheid. Dingen komen weer in balans. Dit is ook een grenspaal. De mannelijke tweelingziel gaat zijn grens aangeven. Dingen worden afgewogen. Want op dat grenspaal staat ook een weegschaal. Dingen worden afgewogen. En er komt meer licht op de situatie. Kijk, dat is licht schijnt op die grenspaal. Komt meer evenwicht dus. En het licht schijnt door de bomen. Zodat ze de steen verlichten. Dus er komt meer balans. Hij gaat hier uitkomen. Komt dus gerechtigheid. Ja, en als de mannelijke tweelingziel getrouwd is, kan dit ook het gerecht zijn. Justitie. Misschien dat er een scheiding kan zijn. In ieder geval komt meer evenwicht in de situatie. Dit is de Green Man. Dat is de god van de natuur. In deze kaarten. Ja, er komen weer nieuwe dingen in het leven. Hij gaat de sprong wagen. Er komt weer groei en vreugde. En hij is, ja, het wakker worden van de geest, een nieuw begin, een nieuw avontuur en ook blij zijn. Kijk, die mensen zijn allemaal blij, die daar die dansen, die maken muziek. Die zijn vol vreugde als hij deze sprong gemaakt heeft. Ja, kan hij weer dansen en muziek maken en vrolijk zijn. Plezier hebben in het leven. Want dit wil hij, hè? 10 van Pentacles, gelukkig gezinsleven. Dit wil de mannelijke tweelingziel. Maar op het ogenblik is hij nog een beetje in de Holy King fase. Dat betekent, ja, hij is de kluizenaar op het ogenblik. Hij ziet daar wel dat huisje en daar wacht zijn vrouwelijke tweelingziel. Die zit daar te vol verwachting te wachten bij dat raampje. Ik hoop dat je het kan zien, hier zo, mijn poppetje. Totdat haar mannelijke tweelingziel uit zijn kluisenaarsmodus is. Dat hij naar zichzelf heeft gekeken. En dat hij denkt, nou ga ik maar even richting het huisje aankloppen. Om open gedaan te worden door zijn vrouwelijke tweelingziel. Maar in ieder geval, hij is diep in zichzelf aan het kijken. Ondertussen heeft hij wel het lampje bij zich. Want hij wil vooruit. Hij wil snel vooruit. Hij gaat dus sneller vooruit dan eerst. Ja, want hij wil dit, hè, dat gelukkige gezinsleven. En ook geld. Genoeg geld. Ja, hij wil uit deze gestagneerde energie. Dat is de eikenkoning, heet deze. En dat is de hanggehangene. Hier wil hij uitkomen. Want hij wil een nieuw begin. Een passioneel nieuw begin. Dat dingen tot bloei kunnen komen. Wegvliegen uit de situatie. En dit is de Knight of Pentacles. Even kijken of ik daar iets opgeschreven had. Oh ja, de Knight. En dat betekent in deze set, hier wordt dus de weg gewezen, hè, door die vogel. Hier zie je ook dat deze persoon een bloemen bij zich heeft.
En dan die pentacle. Je ziet het paard staat niet helemaal stil. Die is wel aan het lopen. En deze knight in dit deck betekent nieuwe carrièrekansen. Een nieuw project. Een nieuwe baan. Veranderingen aan de horizon en doelen bereiken. Dus deze mannelijke tweelingziel gaat het allemaal bereiken. En dan wil je waarschijnlijk iets aanbieden. Misschien wil hij samenwerken met die pentacle. Vrouwelijke tweelingziel. In ieder geval, hij ziet je echt als de keizerin. Iemand die zwanger is van het nieuwe begin. Kijk, heel veel eentjes. Iemand die al zijn oogst heeft binnengehaald. Je ziet ook op die staf, zie ik allemaal korenaren. En ze staat dus eigenlijk in het korenveld. En heel veel appels heeft ze bij zich. Hij ziet haar echt als een moederlijke, lieve vrouw. Ja, hij wil een stabiel nieuw begin. Dus de Ace of Pentacles, welvaart, geluk, een mooi huis, hele kudde met schapen. Ja, dat is ook welvaart eigenlijk, hè. Mooi huis en dieren, ook heel veel geluk, vrolijkheid, dat wilt hij. En dit is de zeven van zwaarden. Ja, hij heeft een strijd geleverd, hier is hij op jacht geweest. Maar hij wil zijn doel bereiken, hij wil naar zijn vrouwelijke tweelingziel. Kijk, ze staat alweer bij het huisje. Niet meer voor het raam, maar ze wacht hem echt op hier. Van ja, wanneer kom je nou door tijd dat je deze kom met je buit? Ja, hij heeft heel hard gewerkt. Hij heeft hard gewerkt, hij heeft zijn buit gevangen. En dus ja, zij is klaar om het te bereiden. Ze staat hem al op te wachten. En dit is de Four of Wands en dat is tweelingzielkaart, hè. 11-11. Ja, ze willen nou eindelijk samen uit de cup gaan drinken. Alles eerlijk verdelen. Gelukkig zinsleven. Ja, en misschien wel de oosten zaaien. Hè, al die appels. Wat ze bij elkaar vergaard hebben. Hard gewerkt om deze oogst binnen te halen. En misschien maken ze er wel appelsap van. Dus ja. Dat is het doel. Daar wacht zij op dat hij komt. En dat ze samen iets moois kunnen opbouwen. Gelukkig gezinsleven. Hun missie voltooien. En dit is de wereldkaart. De wereld, ja, dat is eigenlijk heelheid. Goede uitkomsten. Einde aan de moeilijkheden wilt hij. En de doelen bereiken. Ja, de vrouw twee zich natuurlijk ook. Voldoening. En alles weer in balans. En weer alles perfect. En dat er weer rust komt. In ieder geval rust in de situatie. Alles wordt weer voltooid. Dus zodat er weer rust komt. En een voltooiing van dingen. Zodat dit eindelijk kan beginnen. Gelukkig gezinsleven. Samenwerken. Kijk, en dit wordt verklaard in de wereld. Three of Wands. Ja, deze persoon staat normaal op de uitkijk tot de boten binnenkomen, maar kijk, hier is hij al aangemeerd. Hij is al binnen. Zelfs de lading wordt aan de kant gelegd. Dus hij gaat zijn oost binnenhalen, hij gaat alles wat aan boord was, komt nou naar hem toe. Dus de welvaart ook en geluk komt nou naar hem toe. En op die boot zit ook zijn vrouwelijke tweelingziel. Die stond er maar op te wachten. En die staat klaar om samen de wereld te helpen en werken aan de missie. En zijn boten komen geheid binnen. In ieder geval, hier staat relaties. Ik trek mensen aan die mijn hoger doel dienen. En dat is onder andere zijn tweelingziel natuurlijk. Maar ook andere mensen
om hem heen. Ja, die toch wel een beetje hogere vibratie hebben. En niet die lagere vibratie. Dat gaat hij straks niet meer aantrekken. Dus alleen maar mensen met een hoge vibratie. Ja, die echt zijn hogere goed dienen. Hè? Zijn hogere doel dienen. Die gaat hij aantrekken. En die lagere energieën, die, ja, als het goed is, gaat hij die niet meer aantrekken. Ja, deze mannelijke tweelingziel heeft spijt. Want hij kan het verleden niet meer veranderen. Het is eenmaal gebeurd. De conflicten met zijn vrouwelijke tweelingziel. Heb die spijt van. Maar hij kan het niet meer terugdraaien. Hij kan bijvoorbeeld wel eerlijk zijn als hij haar zijn vrouwelijke tweelingziel weer spreekt. Honesty. Ja, je kan niet altijd de waarheid van anderen verwachten, mannelijke tweelingziel. Maar je kan wel je eigen waarheid verwachten. Dat staat hier op die kaart. Dus je kan wel je eigen waarheid spreken. Dus ja, niet meer... ja, in ieder geval eerlijk zijn tegenover je vrouwelijke tweelingziel. Je hebt er spijt van. Maar ja, ga je dan ook beter gedragen en dan de eerlijke waarheid zeggen. Hier hebben we de kaart van het Christusbewustzijn. Actief geleefde liefde. En de Christusbewustzijn getal is 33. Als je bijvoorbeeld heel vaak 33 ziet, dan is het teken van Christusbewustzijn. Want 33 is getal van de dolfijnen en van het Christusbewustzijn. Dolfijnen helpen je om gevoelens te begrijpen en ze liefdevol uit te drukken. Open je voor een liefdevolle en vreedzame hartcommunicatie in harmonie met de schepping. Verbind je met de liefde, sta jezelf toe om je te laten leiden voor je eigen welzijn, dat van je naaste en van het geheel. Ja, we moeten ze open voor een liefdevolle, vreedzame hartcommunicatie. Mannelijke tweelingziel. Ja, hij moet eigenlijk een beetje gaan praten, hè? Doen ze soms nog niet. Het is wel de bedoeling dat hij dat gaat doen. In ieder geval, zal ik eerst deze kaartjes eens doen. Het is aartsengel Metatron. En die heeft ook een boodschap voor de mannelijke tweelingziel. Ja, deze kaart vraagt je om je dagelijkse leven met aartsengel Metatron te werken, mee te werken. Of om berichten te verwelkomen. Je te bevestigen dat je perfect bent, wat er ook gebeurt. Deze krachtige boodschappen van de hemel kan je helpen om vrede te brengen in situaties die je nog erg oneerlijk en onevenwichtig vindt. Elke keer als je aartsengel Metatron roept, krijg je meer rust en begrip in je leven. Hij helpt je bij het loslaten van wrok en onverzoenlijkheid, zodat je weer verder kunt gaan en niet toestaat dat lage energieën je leven beïnvloeden. Ja, waarschijnlijk zit hij een beetje in lage energieën en hij kan aartsengel Metatron aanroepen om uit die lage energieën te komen. Ja, hij moet zich ook beschermen hier tegen die lage energieën. Dus ja, bescherm jezelf. Je kan jezelf beschermen door een koepel over je heen te plaatsen van glas. Of je kan een spiegel tegenover je zetten en dan de spiegel, ja, dat jij aan de achterkant staat en die andere dan naar die spiegel kijkt. Dus alles wat hun dan zeggen, dat spiegelt gelijk weer naar hem terug. Zo kan je eigen beschermen. In ieder geval, de volgende kaart is woorden. Die ga ik even lezen. Woorden. Boodschap van de kaart. Wees je bewust van wat je zegt. Met ieder woord kun je iets liefdevols overbrengen. Woorden kunnen diep kwetsen of troosten. Ze boren zich als pijlen in een aura of ze strelen onze ziel. Woorden kunnen genezen wanneer ze op het juiste moment gezegd en
anderen inspireren. Heb je iets wat je benauwt? Is iets, iets wat je iemand graag wil zeggen? Doe het nu. Maar wees er zeker van dat je de juiste toon treft en je niet irriteert, maar bereid bent om het conflict op te lossen. Kies de juiste woorden. Een wandeling in de natuur nodigt de engel uit om een stukje met je mee te lopen. Engelen houden van harmonie. Ze willen alles doen om je te helpen. Ze geven vleugels aan je woorden. Ja, communicatie ook, hè? Ja, je moet aan je gaan communiceren. Communiceren. En ja, zodat je ook die relaties aan kan trekken voor je hoogste goed. En dat, ja, daar hoort je vrouwelijke tweelingziel natuurlijk ook bij. Ja, wees eerlijk. Wees eerlijk. En de volgende kaart is, ja, laat je niet afleiden van je doel. Misschien zijn mensen om je heen je aan het afleiden. Laat je het niet van je doel afbrengen. Hier staat omarmd het nieuwe. Kan zijn dat iemand steenbok is van de mannelijke tweelingzielen. Of misschien is jouw vrouwelijke tweelingziel een steenbok. Omarm het nieuwe, die ga ik even lezen. Het tegenovergestelde van angst is moed. Niets weerhoudt je om je plan te wijzigen. Eindelijk heb je de moed gevonden om je plannen te verwezenlijken. Het is heel natuurlijk de angst op de achtergrond. Oh, het is heel natuurlijk dat angst er op de achtergrond een streek met je uithaalt. Omarm het nieuwe in je leven dat je de mogelijkheid biedt om oude gewoontes los te laten. De helende engelen ondersteunen iedereen die moedig de wereld binnentreedt. Ze weten dat je nu bescherming, leiding nodig hebt. Elk begin is moeilijk, maar nooit te moeilijk. Dus elk begin is moeilijk, maar nooit te moeilijk. Dus het tegenovergestelde van angst is moed. En niets weerhoudt je om je plannen te wijzigen. Dus ja, waarschijnlijk heeft deze mannelijke tweelingziel de moed gevonden om zijn plannen te verwezenlijken. Ja, en zijn angst opzij gezet. Ja, en niet zich laten afleiden door mensen die hem willen tegenhouden. Ja, weer een kaart van waarheid. Er staat onderzoek alle motieven met totale eerlijkheid. Ook al doet de waarheid pijn. Het is hard werken om de les te aanvaarden. Vertel de waarheid, maar luister ook naar als de ander de waarheid vertelt. Ja. Het is tijd dat je de waarheid gaat vertellen tegenover je vrouwelijke tweelingziel, mannelijke tweelingziel. En ja, ze zou misschien ook wel de waarheid zeggen tegen jou. Daar moet je niet bang voor zijn, dat hoort erbij. Dus aanvaard ook die waarheid. Wees daar niet bang voor. Kijk, je hebt iets in een vrouw met een doosje. Daar zit jouw waarheid in. Jij hebt je waarheid verstopt, mannelijke tweelingziel. Dat zit in dat doosje. Het wordt tijd dat je het doosje opengooit. En vertelt wat jou dwars zit. Wat allemaal gespeeld hebt. En wat je nou werkelijk voelt voor je vrouwelijke tweelingziel. Vertel de waarheid. Ja, en dit is de kaart romance. En er staat, ja, kijken. Die engel, zie je die engel daar met die trompet? Dit is een goddelijke relatie. En dit is de wereld. Je mag de wereld helpen met je vrouwelijke tweelingziel. De engelen juichen dit toe. Het is goddelijk begeleid, deze relatie. In ieder geval,
Ware romance is in de lucht. Hier staat, waardeer je man elke dag en respecteer je vrouw. En dan, ware romance is in de lucht. En investeer de tijd en de effort, staat hier, in deze romance. De toewijding. Investeer de tijd en de toewijding om het ook waar te maken. Deze liefde. En dan hebben we deze kaarten nog. Ja, je bent aan het transformeren, mannelijke tweelingziel. Je relatie met iemand staat op punt om zich te verdiepen. En liefde overwint en transformeert alle dingen. Ja, want dit is de kaart van romance. Liefde, ja. Cupido's pijl, die komt aan. Die gaat je raken. Van jou en ook het hart van jouw vrouwelijke tweelingziel. En dan hebben we deze. Ja, bedank in ieder geval voor de zegeningen van liefde die gauw op je weg komen. En weet dat je die verdient. Je zal alles krijgen wat je hartje begeert, mannelijke tweelingziel. Heel veel lieve kaarten, hè? Hele mooie liefdeskaarten. Oké, laten we kijken wat de engelen zeggen hier zo van. Angel cards. Volharding, vastberaden, volharding en geduld zullen leiden naar een positief resultaat. Hou vol. Zodat je straks het nieuwe kan omarmen. Laat je niet afleiden. Hou vol. Het is een marathon. Maar hou vol in ieder geval. Ja, neem ook je rust. Waar je ook bent en wat je ook doet. Innerlijke rust is altijd mogelijk. Er is slechts een subtiele verandering van bewustzijn voor nodig. Denk liefde en de rust zal volgen. Ja, denk liefde. Dan komt er ook weer heling. Je hebt natuurlijk misschien dingen achter je laten. En dat, ja, dat zal wel verdriet opleveren. Dat wordt geheeld. Deze liefde ga je ook wel heling brengen. Dus. Maar neem ook rust. Maar je krijgt ook daarna rust in je hoofd. Alle ja, zware dingen wat je meegemaakt hebt. Deze zware reis is heel intens natuurlijk. Zodat er ook weer rust in je krijgt in het algemeen, zodat je weer goed kan slapen. Dankbaarheid, leef voortaan in dankbaarheid. De sterren zullen helderder op je schijnen. Alles in je wereld zal lichter worden. Kijk, alles in je wereld zal lichter worden als je voor deze relatie gaat kiezen voor je hoogste goed. Deze relatie zal je hoogste goed dienen. Wees alsjeblieft eerlijk. De waarheid. Twee kaarten, hè? Honesty and truth. Eerlijkheid en de waarheid. Ja, je hebt spijt. Je hebt spijt. Maar dat kan je dus veranderen. Dat kan je veranderen. Kijk, spiritueel kaartje even doen. Dat is te veel. Zo, die springt eruit. Oké. Nou, doe ze alle vier. Oké. Alles wat op angstdenken gebaseerd is, mag ik nu loslaten. Ja. Heel toepasselijk deze. Ga niet in je angst zitten. En je spijt.
Want je kan het verleden niet meer veranderen, dus. God oordeelt je niet. Dus waarom zou jij het in Gods naam doen? Ja, je veroordeelt jezelf. Je hebt spijt. Je veroordeelt jezelf. God veroordeelt je niet. Waarom zou jij het doen? Wees ook niet bang dat je vrouwelijke tweeling oordeelt. Dat is niet van toepassing. Als God je niet oordeelt, nou, vrouwelijke tweelingziel, waarom zou het vrouwelijke tweelingziel jou wel veroordelen? Mijn verstand is de dienaar van mijn ziel. Nou, denk goed na, wat je wil. En laat je krampachtigheid rond, dat wat je nastreeft, los. Dat wat je zoekt, zal jou vinden. Ja, probeer mee te gaan met de flow, mannelijke tweelingziel. Je bent te krampachtig bezig. Gun ook wat rust. Maar volhard wel. Volhard wel. Meestal vastberaden, maar ja, ga niet helemaal verkrampt ermee bezig. Het universum gaat je helpen. Aartsengel Metatron help je. Even kijken, en nog een getalletje. Kijk hoor, zit er 4? Ja. Dan heb je getal 51. Het kan zijn dat je de mannelijke tweelingziel oud is, of zijn vrouwelijke tweelingziel. 19 hebben we hier, zijn huisnummer. Of het huisnummer van de vrouwelijke tweelingziel. 41. En 65. Dat zijn de getallen. Ik zal even nog. Misschien wat er nog wat letters uitkomen hier. Ja, hier hebben we de V. De B. N en de L en de P. Ja, deze mannelijke tweelingziel wil een tweede kans, second chance. Hij krijgt tekens, signalen van het universum. Hij wil niet dat je hem vergeet, vrouwelijke tweelingziel. En hij is je echt niet vergeten. Er moet nog heling plaatsvinden als hij door dit proces heen is. Hij wil weglopen uit de situatie. Hij is al wat sterker geworden. Hij gaat meer in zijn kracht staan. Hij wil voor je zorgen. En hij houdt van je. Goed, dan gaan we nog even een paar engelenkaartjes trekken. Boekje even eruit. We hebben hier respect, commitment en verrukking. Zal ik even lezen, alle 3, voor de afwisseling. Respect. En er staat dus, ontwikkel en veredel het diepe luisteren. Laat je handelingen zo zijn dat je zelf een andere recht doet en hoog acht. Elk mens en alle leven telt. Breng het beste in jezelf en anderen naar boven. Erken en honoreer het. Dan hebben we hier verrukking. Een wijze van benadering met kinderlijke onschuld en frisheid brengt plezier en bekoring in elke relatie, gebeurtenis en het werk van elke dag. En hier commitment, en die ga ik ook even lezen.
Honoreer je eigen woorden, blijf standvastig op je pad. Blijf vertrouwen en betrokken, te midden van de stroom van keuzes en activiteiten van het leven. Dat is de officiële, ja, woorden uit het boekje. Dus honoreer je eigen woorden, blijf standvastig op je pad. Ja. Laat je niet afleiden. Blijf betrouwbaar en betrokken te midden van de stroom van keuzes en activiteiten in het leven. Ja. Kom misschien, ja, misschien nog een keuze maken. Hè? In ieder geval, er komt balans in de situatie. Kom vooruitgang. Dat is heel duidelijk in deze reading. En gaat de sprong wagen. Goed, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!